Je hebt problemen in deze tijd met de liefde, omdat het zo moeilijk is die vast te houden in deze tijd van scheidingen en alles. Dan heb ik voor u het ideale boek om daar meer over te weten te komen. Namelijk De Man van Zelary, geschreven door Kveta Legatova. Dat is een oude dame die heeft haar debuut geschreven op 80-jarige leeftijd. Ze is gans haar leven onderwijzeres geweest. En dan als ze op pensioen was al een tijd, heeft ze dat boek geschreven. En dat speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. En dat gaat over een dokter, een collega van mij dus, die in het verzet zit. En op een ochtend, wanneer zij iets een boodschap wil overbrengen, wordt daar gezegd: we zijn ontdekt, je moet een andere identiteit aannemen en vertrekken. En zij trouwt met een patiënt van haar, iemand die ze maar pas kent, maar die haar wel wil helpen. En ze gaat met hem uit de stad naar een bergdorpje en daar moet ze de rest van haar leven doorbrengen. En daar moet ze de liefde gestalte geven met iemand die ze eigenlijk pas heeft leren kennen. En dat lukt haar, dat lukt. En beide op een heel mooie manier. Kveta Legatova is de schrijfster en de titel van het boek De Man van Zelary. Het prachtigste liefdesverhaal van de laatste jaren, zal ik zeggen.